Lief dagboek, je gelooft nooit wat ik vandaag heb meegemaakt. Ik ben geaccoumeerd. Niet schrikken, het was in een strip van Nathaniel. We gaan nu heel anders met elkaar om dan toen het jaar begon. Hij was eerst hartstikke verlegen en praatte met niemand. Hij zat altijd in zijn eentje in zijn hoekje strips te tekenen. Wat zit jij te tekenen? Nou, door dit artistiekerige gedoe haal je bij mij dus onvoldoendes. De eerste keer dat ik met hem praatte was toen hij geaccommeerd werd door Hatikmot. Ga jij mij pijn doen? Jou? Jij bent Marinette. Jij bent heel knap en lief en volmaakt. Ik zou jou nooit pijn kunnen doen. Dat was vet ongemakkelijk. Ik was natuurlijk best gevleid, maar door een superschurk was dat een beetje raar. Nadat hij door Ladybug's redding weer Nathaniel was geworden, was hij gelukkig niet meer verliefd op mij. Maar op Ladybug. En die onmogelijke liefde gebruikte hij als inspiratie voor een nieuw stripverhaal. Nathaniel kan verhalen echt fantastisch tekenen. Maar hij had iemand nodig die ze schreef. Dus stelde ik hem voor aan Mark Anciel. Mark lijkt veel op hoe Nathaniel aan het begin van het jaar was. Net zo verlegen. En hij heeft ook heel veel talent, maar dan voor schrijven. En Mark is een grote fan van Nathaniel. Maar omdat ze dus allebei vrij verlegen zijn, hadden ze wat hulp nodig om elkaar te leren kennen. En dat kan ik ze dan bieden. Iemand vroeg me dit aan jou te geven. Oké, in het begin mislukte mijn plannetje. Laten we zeggen dat het iets te ingewikkeld was. Ik wil gewoon een stripalbum maken. Als jij dat ook wil. Een stripalbum? Wij samenwerken? Nooit! Maar uiteindelijk snapten ze dat ze een super stripteam vormden. Nu snappen jullie dat het een misverstand was. Maar als jullie elkaar een kans geven, komen jullie er vast achter hoe goed jullie kunnen samenwerken. En toen werden ze vrienden. En sinds die dag lijkt het wel of Nathaniel meer interesse heeft voor de manga-wedstrijd waar ze aan meedoen dan voor Ladybug zelf. En dat is maar goed ook, want het hart van Ladybug behoort maar aan één iemand. Maar dat wisten jullie natuurlijk al lang. Maar goed, ik ga zo naar Nathaniel en Mark. Ze zijn vandaag bij de uitgever om een strip te presenteren waarin ik geaccommeerd word. Het wordt vast een groot succes. Hun werk wordt eindelijk uitgegeven. Maak je niet druk, ik vertel je later alles. Tot gauw maar weer, lief dagboek.